Ruit, lopen! Oh shit. Laat me weer lekker in de steek hier, joh! Hé, oet lul! Power. Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb net al mijn spullen ingepakt. En ik heb dan hier ook nog een tas om mijn schouder die ik even in de auto ga doen. Want wij gaan weer naar het huis van... Hey! Hey, holla die jee! Zo, hoppakee. De hele boel is weer ingepakt. Hey, weet je wat dit? Die kan dicht. Wat is het leukste van vandaag? Mijn moeder gaat zien hoe mijn haar eruit ziet. Oh ja, inderdaad. Oh, dat wordt echt super vet. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar voordat wij echt naar Dea huis gaan, moeten we eerst nog even langs mijn moeders huis. Want ik moet even de kat water en eten geven. En ik moet de kattenbak van mijn moeder verschonen. Of nou... De kattenbak van mijn moeder. De kattenbak van de kat van mijn moeder. Oké, sorry man. Maar dat staat hier. En als het goed is, zit er hartstikke veel stront en shit in. En dat is logisch, want de kat poept en piest ook gewoon. Oh, het eten zit er al in. Dat heb jij zeker gedaan, D. Waar ben je? D, D. Hey, heb jij dat gedaan? Ja. Nice. En dan hier zien wij kussens. En die waren allemaal heel mooi netjes op elkaar gestapeld. Maar de kat heeft lopen kloten. Want die heeft ze er allemaal Nou, laat ik maar eventjes de kattenbak gaan verschonen. Oh, dat gaat zo erg stinken. Jullie mogen echt blij zijn dat ik het niet heb gefilmd voor jullie gewoon. Want die ring, wat scheidt zo'n beest veel zeg. Dat is echt niet onmenselijk, maar onkattelijk. En ik loop nu nog even naar boven, want beneden heb ik overal gezocht. Alleen we konden hem niet vinden. En Maxima, als het goed is, is hij dus weer boven. Onder haar vertrouwde stoel. Oh, holy shit. Ze zit helemaal te... Holy fuck. Ze gaat echt helemaal tekeer erin. Holy fuck. Holy fuck. Wow. Oké, let's fucking go. Maxima vindt het niet zo erg. Ze vindt ons niet zo lief. Hey, kat! We hebben jouw bak verschoond. Ik heb in die stank gezeten voor jou. Ik heb je eten gegeven, ik heb je water gegeven. En dan val je mij aan. Ik ben nog steeds boos. En verdrietig. Doei Maxima. Oh, oh, betrapt op grapen. Oh. Nu mag ik een wens doen. Ja, ik mag een wens doen. Waarom? Geen, dat is een nieuwe regel die ik net heb bedacht. Als jij gaat grapen, mag ik een wens doen. Oké. Dus ik ga een wens doen. En hij komt nu in beeld. Geen stomme wens over mij. Sorry, heb ik net gedaan. Oké, wij gaan nu naar jouw huis toe. Doedels, tot zometeen. Moet je kijken wat dit voor auto is, mensen. Wat? Het stuur zit ook rechts. Vet apart, joh. Ik ben een heerlijk bolletje aan het eten. En we zijn over de helft. Dus dat is goed nieuws. De zon schijnt nog steeds. Dat is ook goed nieuws. Het schijnt vandaag nog de hele dag mooi weer te blijven. Dus dat is ook goed nieuws. Mensen, wat beginnen wij de dag toch fijn. Dedy heeft net even een dutje gedaan, half. Ze is misselijk, dat is niet goed nieuws. Nee. Maar je hebt heel even je ogen dicht gedaan. Dat is wel goed nieuws. En je voelt je nu beter? Jawel. Dus dat is ook goed nieuws. Oh, wat veel goed nieuws. Hey, schatje. Hey, lekker dier. Hey. Oh, Mikey. Hey, schat van mij. Hallo. Hey, liefje. Hey. Toppie. Nou, die doet weer alsof ze ons echt 10 jaar niet hebben gezien. Maar we zijn weer thuis. Dus fuck yeah. Ik heb mijn spullen neergekwakt hier binnen en we gaan ook al meteen weer weg. Wij gaan namelijk, en dat had ik nog helemaal niet verteld aan jullie, 2 huisjes bezichtigen in Hilversum. En voor de mensen die niet weten wat bezichtigen betekent, dat betekent dus dat je naar een huis gaat kijken waar jij in geïnteresseerd bent om in te gaan wonen. Dus dat wil ik graag gaan huren als dat heel erg mooi eruit ziet. En dat gewoon de place to be is voor mij. En voor Mark natuurlijk. Dus wij gaan nu naar Hilversum toe. En dan gaan wij straks ook Mark weer even meeten. En dat is wel tof, want ik heb Mark de hele tijd niet meer gezien. Jij ook niet, geloof ik. Nee. En heb jij nou gewoon gesnoept van die jawbreakers? Oh. Dus heel erg tof. Nogmaals, shout-out naar de fan die dit aan ons heeft gegeven. Want er zijn al 3 op van de 5. Dus we maken... Ik heb gisteren weer nieuw gekregen van fans. Oh ja, klopt. Dus we maken er zeker gebruik van. Bumper! Kom eens hier. Oh, tot zo, schatje. Tot zo. Nee. Wij gaan weg, dus je moet oppassen, Bumper. Zit.
Bumper, zit. Goed zo, braaf. En blijf, hè. Want ik wil niet op mijn geweten hebben dat ik straks in de achteruit jou overrij. Dat lijkt me niet zo... Nee, inderdaad. Je kijkt al meteen naar mij van, nou, dat lijkt me ook niet zo handig en zo. Eindelijk weer huisjes bezichtigen! Woehoe! Ongelooflijk. Ongelooflijk wat wij hebben meegemaakt. Wat een gestres. Wat een motherfucking gestres. We reden de hele tijd verkeerd en er reed ook nog politie en ik deed iets wat ik eigenlijk niet mocht. Ik kon ook niet keren en toen zijn we maar gewoon heel illegaal zo woepie ja, midden op. Ja, en toen zagen we verder op een politieauto en toen dacht ik, oh shit, nu ben ik de lul, maar hij zag het gelukkig niet. En oh, al met al, we zijn 3 minuutjes te laat. Het is echt super stom, terwijl wij fucking vet op tijd weggingen gewoon. Maar ik ga maar snel daarheen en ik hoop dat het wat wordt. Wens me, ja, ik doe het licht al uit. Wens me succes. Oké, dames en heren, Mark die staat hier om de hoek. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zie je? Ja, ik zag hem. Ja? Zag je jou? Nee. Oké, dan is het goed. Dan gaan we hem proberen te laten schrikken. En dan in één keer, ja, gooi jij dit flesje open? Ja, leeg okay. Open? Nee, niet open, niet open. En dan laat ik hem gewoon schrikken, ja? What the fuck, ik schrok gewoon van jou. Wauw, ik schrok serieus van jou, omdat ik net keek en toen kwam je al. Maar wat goed, man. Tering, wat ben je dan een hekel lang, hè? Shit, hé, echt lang. Maar is het er nog niet? Wat? De makelaar is er nog niet. Nee, ik stond daar voor de deur. Kom, loop mee. Oh, ik loop mee. Waar zag je haar lopen? Ik ben de makelaar. Waar zag je haar lopen? Woehoe! Ik zit gewoon bij Mark in de auto. En Mark die heeft laatst zijn rijbewijs gehad. Durf jij te zeggen hoe vaak je erover hebt gedaan, over je rijbewijs halen? Ja, ik ben 3 keer gezakt. Maar je hebt nu je rijbewijs, dus dat scheelt. Het is ook even voor mij nieuw om dit... Kunnen jullie allemaal nog de vlog herinneren waarin ik Mark laat auto rijden in mijn auto, zeg maar, in mijn moeders auto. En dat gingen we stiekem doen op een afgelegen weg. Dat was echt fucking grappig gewoon. En nu heb je gewoon je eigen rijbewijs. Hoe chill is dat? Hey, wij hebben nu 3 huisjes lopen bezichtigen. Het waren er eigenlijk 2, maar opeens konden we ook 1 andere bezichtigen, dus dat was wel chill. Maar we weten nog niet zo goed of dat wat is. Het is een beetje tricky. In zoiets ben je ook niet meteen uit. Dat je hebt gekeken en dat je denkt, ja, dit wordt hem en dan gaan we doen, tekenen, blah. Nee, daar ga je even over nadenken, een paar nachtjes over slapen en... Hallo, D. Dus wij gaan hier even over nadenken. Weet je wat wij gewoon gaan doen? Mark gaat gezellig mee naar Zeist. Gaan we naar deze huis toe. Gaan we daar nog even chillen. Gaan we even ook op internet kijken voor andere woningen. En dan hopelijk kunnen we binnenkort weer wat bezichtigen. Denk het ook. Laten we dat maar gaan doen. Ik heb echt zin om samen te gaan wonen, man. Ik ook. Nou, homo. Maar het wordt echt heel erg relaxed. Het lijkt me echt heel erg relaxed. Dus, kijk, film deur. Kijk wat ik doe. Het boeit daar geen ene fuck. Ze kijkt gewoon alleen maar over. Rijden we maar weg, hè? Oh, dan gaan we weer weg. Doei. Hoor, dit zijn gaan. Ik heb geen gordel om. Ik heb gordel. Laat me eruit. Stop. Laat me eruit. Ah! Ik word verkracht. Pas op. Ah! Kijk hem zitten dan, Marky boy. Oké, gassen jongen, we gaan. Zo, hé. Hey. Stoere boy hoor, Mark. Met politie op de achtergrond. In een dikke familieauto. Oké, laten we maar gaan, man. Dan, jongen. Kom maar. Eet er één. Hey Mark, wat is de beste versiertruc? Pak aan die mooie puntje, hé! Hey jongen, kom vechten dan, jongen! Hey jongen, hou je mond! Jongen, gassen met die zooi, jongen! Echt een Mark is nog steeds aanwezig. Toen we thuis kwamen, hebben we meteen even nog wat woningen gezien. En wij hebben meteen een bezichtiging voor morgen, 2 uur. Hoppakee! Als een fucking baas! Ja. Hopelijk is dat een vette woning, dus ik ben heel erg nieuwsgierig om alles te bekijken. Wij gaan nu nog even relaxen, we hebben net heerlijke spruitjes gegeten. Hou jij van spruitjes? Jij vond het wel redelijk lekker, toch? Ja. Waar van die kleine spruitjes? Het is niet zo dat je denkt van... Maar het is wel lekker. Maar het is gewoon goed te eten, hè? Het is gewoon goeie toei. En ik krijg gewoon goed te eten hier zo bij dit thuis. Gewoon goed te eten, ja. Ja, zeker. Het monster! Ik leef! Ik kreeg een ijsbeentje. Ik kreeg een klap in mijn bek!
Dat is wel lief. Wat een losers, mensen. We hebben nu eigenlijk alleen even een dilemma. Wij weten niet wat we gaan doen vanavond. Want hier in Zeist is eigenlijk geen ene hol te doen hier buiten in de omgeving. Dus wij zitten nu ons even af te vragen van ja, wat gaan we doen? We hebben geen idee, dus jullie zullen het ook wel gewoon vanzelf zien. Eigenlijk zoals altijd, hè? Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Mark die gaat even een mooi trucje doen. Hij kan namelijk iets spectaculairs. Ik voel hem, ik voel hem, ik voel hem. Backflip! Jij doet zo'n rare salto achterover. Jij doet hem niet recht. Laat nog eens één keer zien voor de kijkers. Jij doet hem niet recht, maar je doet hem schuin of zo. Dat is echt heel apart. Kijk, let op. Hij gaat een beetje schuin. Let op, hè, let op. Ja, let op. Ja, er zit ook een boom hier zo. Oh, Bumper die wil spelen. Pak hem! Ja, het begint nu ook te regenen, dus het zit ons niet echt mee. Ja, Bumper, we gaan nog even met jou spelen, dan gaan we ook naar binnen. We weten dat jullie nu in levensgevaar zijn, ja. Hè? Wat dan? Hallo, Mark die auto rijdt, het kan nooit goed gaan. En ook nog als hij blind gaat auto. Ik wou hem net zeggen, je moet wel rustig. Ik wil rustig. Maar gaan we... Wow, wat was dat? Ja, dat is gewoon van de auto. En dat neemt toch de airco aan? Daar kan ik niks aan doen, er waren drempels. Ik rij al gewoon 30. Maar soms moet je ook gewoon 20 over een drempel. Maar waar gaan we heen? Ik rij nu 20. Waar gaan die mooie beentjes heen? Ja, 230 euro boete. Tjonge jongen, ik krijg lachen als er dan echt politie naar ons toe komt. En zeggen, ja, waarom heb je zojuist getoeterd? Nou, en zo knol die achterin zegt, die zei het. Mark, moet je eens luisteren. Kijk. Nee, geen scheet. Oh, Mark, oh. Oh, je laat hem nu wel in je eigen zitten. Oh shit, Wat vind je daarvan, hè? Dat ik scheet slaat in jouw auto. Ruit, lopen! Oh shit. Ruit. Ik ga eruit. Oh. Oh. Laat me wel lekker in de steek hier, joh. Hé, oet lul. Fuck you, Mark. Ik ga lopen naar huis. Ik ben het helemaal scheid ziek. Ja, dat ben ik. Laat me lekker zitten joh, die Mark. Zoek me lekker uit. Hier komt hij, die oetlul. Jij bent serieus een gevaar op de weg, joh. Oh my god. Nou, oké, laten we serieus zijn. Dit is geen goed voorbeeld, toch, Mark? Kijk dan wat er voorbij rijdt. Nu film je ze en dan weten ze meteen dat ik deed niks fout eigenlijk. Nee, ja, ik stapte uit waar het eigenlijk niet mocht. Ja, dat was het enige wat we fout deden. Weet je wat, Mark? Wij gaan gewoon weg. We gaan naar de hemel rijden. Ja, doe je. Nee, met mij. Ik stap weer in. Oh, dames en heren, wat een avontuur. Alsof je hem dan tegen kan. Tuurlijk. Let's go, Marky boy. Moet ook. Mark, moet je horen. Oh my god. En weet je wat heel grappig is, Mark? Weet je wat echt heel... Oh my god, de politie weer. We staan gewoon achter de politie. Wat? Zouden die ook serieus wat gaan eten? Huh? Oh my god. Zouden die gaan eten? Ja, kijk, weet je, die papzak zit zo in de auto, kijk. Vriendje. En ja, ik heb ook wel wat drinken nodig. Maar om achter de boefjes aan te rennen, doe me dan een milkshake aan bij. What the fuck? Zo zitten die, geen grap. Zullen we stiekem afluisteren? Ja, doe dat. De vlog is 2 minuten geleden echt 10 keer gekker geworden, gewoon en 10 keer debiel. Dus mensen nemen dit niet al te serieus graag. Wat ga je doen, Mark? Denk ik. De auto heeft gelost. Wat doe je nou verkeerd, Mark? Ik heb geen handschoenen aan. Maar... Juist. Altijd handschoenen aan doen, jongen. Doe ik nog meer dingen verkeerd? Ja, je moet met 1 hand pompen. Heel stil staan. Ja, inderdaad. Doen alsof die benzineprijzen niks voorstellen. Ja, benzine is echt duur, hè? En dit is nogal diesel ook nog. Ja. Dus het moet eigenlijk een beetje goedkoop zijn, maar dat is het niet hoor. Benzine is echt bizar duur en ja, diesel ook. Ja, komen jullie nog wel achterkijkertjes of voor de mensen die al 18 zijn geweest en een rijbewijs hebben. Het is duur. Dan gaan we netjes terug hangen, jongens. Kijk. Omhoog. Bam. Hup. Handschoentjes uit. Dop erop, niet te vergeten. En het allerbelangrijkste? Niet betalen, kom. Stel. Ik rij met gestolen kentekenplaat. We zijn zulke boefjes, mensen. We zijn echt boefjes, man.
Wauw. Hey mensen. Oeh. Ah, nee, mijn arm. Ah, auw, auw, auw. Dat heeft best wel pijn, man. Oh my god, mijn arm zat er gewoon tussen. Ja, wij gaan nog even chillen in de auto en Mongolisch doen gewoon. Oh, we zijn thuis. Yes, ik heb het overleefd. Ik ben echt super blij. Ik ben wel heel erg moe. En Mark die ploft heerlijk even op bed. Ga ik zo meteen ook doen. Maar eerst even een video bewerken. Kom op, Hansel. Nog eventjes doorzetten. Kom op. Knalpower! Inderdaad, dat had ik even nodig. Dankjewel. Ah. En zo. Je moet de vlog nog eens sluiten, jongen. Lekker. Je moet de vlog nog eens sluiten. Oh, ik viel echt bijna in slaap gewoon. Sluit de vlog af. Ja, dat moet ik nog even doen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog om 4 uur. Zoals ik bijna altijd zeg, dikke, vette peus. Knol Power.